Al 25 jaar K3, dat is wel zot, hè? Ja, dat is gewoon 5 jaar ouder dan dat ik ben. Maar dat betekent ook wel 25 jaar aan K3-liedjes. Ja, en de grootste hits van die afgelopen 25 jaar, die zijn dus op een vinylplaat gezet. En ik moet nou toch eerlijk zeggen dat ik wel heel benieuwd ben welke nummers dat precies zijn. Zullen we daar samen eens achter gaan komen? Goed idee. Ik ga dansen. Oeh. Oh, jij bent de bom. Ja. Ik vind dat echt een heerlijk nummer om te performen. Ja, ja. Die zat zo in de zomeroptredens en elke keer als die kwam dacht ik, ja. Ik weet niet, daar zit zo'n lekkere beat in. Ja, hé, dat begint zo met die beat. Ja, dat is leuk. Ja. Want mijn hart staat te springen en ik weet niet waarom. Jij bent de allermooiste, jij bent de bom. Mijn hart komt op toe, zeg me waarom. Jij bent de allermooiste, jij bent de bom. Oké. Okay. Oh, ik mag tekenen. Oeh, tekenen. Tekenen. Ik denk dat je het wel snel gaat raden, deze. Ik ben benieuwd. Ik denk het. Ja, hangt misschien een beetje van mijn tekenskills af. Pina colada. Yes! Pina colada. Ik wil enkel jou. Een van Hannes, die liefdesliedjes ook, hè? Ja. Ik snap dat wel, ik vind die heel leuk. Ja, ja. En die blijft toch altijd een beetje speciaal, omdat dat zo het eerste nummer is wat wij met z'n drieën ooit samen hebben gezongen. Dat is waar, in de wedstrijd nog. Ja. En de pina colada staat koud, maar vannacht wil ik enkel maar jou. Ja, jou. Ja, jou. Ik weet nog dat ik van tevoren toen tegen jullie zei van, stel nou dat ik win, dan is dit het eerste optreden wat we met z'n drieën geven als K3 zijnde. En jullie waren echt van, daar hadden wij echt niet over nagedacht. Ja, maar het is wel waar. Ja. Met de koptelefoon. Hey! Yes. Ushuaia, hey. Ushuaia, wow. Ushuaia, hey. Ja, hè? Die hey is super typerend of zo. En daarna die woho. Ja. Dat verraadt het een beetje. Ja. Wist je trouwens dat de clip van Ushuaia is opgenomen waarop Tomorrowland is? Echt? Ja. Maar dat is hier super dichtbij, toch? Ja, klopt. En wist je trouwens ook dat we ondertussen zijn aangekomen aan jouw liedjes? Ah ja, als ik een beetje kan rekenen, dan denk ik dat dat wel eens zou kunnen kloppen. Ik ben wel benieuwd welke dat gaan zijn. Jullie ook? Tot volgende week. Doei doei.